Van 7 tot en met 10 juni is het tijd voor de avondvierdaagse van Nijmegen Noord. En voor deze editie heeft de organisatie een bijzonder stukje route in petto. Nou, dit jaar organiseren we de avondvierdaagse voor de 8e keer alweer. We zijn een relatief jonge organisatie. Maar elk jaar kiezen we een bepaald thema bij onze avondvierdaagse. Dit jaar was thema film gekozen. Dan gaan we altijd op zoek naar organisaties die ons op wat voor manier dan ook kunnen ondersteunen. Ja, en dan komen we natuurlijk meteen terecht bij onze nieuwe buurman hier in Nijmegen Noord. Het grote Cinemac hier achter mij. Een groot opvallend gebouw. We zijn in contact gekomen met de bedrijfsleiding hier van Cinemac Nijmegen. En die stonden meteen open voor allerlei fantastische ideeën die we hier kunnen gaan doen. Nou, wat weer heel bijzonder wordt. Dat houden we nog geheim, maar we gaan dwars door het gebouw heen lopen met onze routes. Dus alle deelnemers van alle drie de afstanden, dus we schatten ongeveer een 1400 deelnemers en nog honderden ouders die er meelopen, die gaan straks allemaal hier door het gebouw heen. 8 jaar geleden vonden een aantal mensen het belangrijk om deze hele, toen nog hele jonge wijk, meer aandacht te geven. En om mensen bij elkaar te brengen. Om de wijkbewoners kennis te laten maken met elkaar. Maar ook met de andere wijkdelen hier in deze omgeving. Met de natuur die hier omheen zit. En om een bepaalde gebondenheid te creëren onder de bewoners. En ja, dat werkt wel. En wat dat betreft onderscheiden we ons dan ook van de avondvierdaagse in Nijmegen. Omdat zij zich met name op de stad concentreren. En wij concentreren ons hier op Nijmegen Noord. En dat heeft elk jaar weer groeit onze organisatie wat het deelnemersaantal betreft. En we worden dan langzamerhand ook door de gemeente erkend als een soort van maatschappelijk betrokken organisatie die een belang heeft voor Nijmegen Noord.